Hallo kijkers van Shine Sprites, ook met een gloednieuwe aflevering van Eredivisie voorspellen. De winterstop zit erop, het WK is voorbij en we gaan natuurlijk weer gewoon lekker Eredivisie wedstrijdjes voorspellen. Het is fijn dat het weer begonnen is. Het is wel weer klassiek Eredivisie, er is niks veranderd, want er zijn weer hele rare uitslagen. De top 4 heeft allemaal gelijk gespeeld, dus dat is allemaal apart. Laat ik het daarop houden. Ik hoop dat het snel weer een beetje wat aantrekkelijker wordt, want ik ben nooit zo fan van gelijkspelen, die kunnen leuk zijn, maar 1-1's en 0-0's, meh. Het was niet allemaal om aan te zien. We gaan eerst kijken naar de uitslagen. FC Twente won met 2-0 van FC Emmen. RKC en Heerenveen speelden gelijk, dat werd 0-0. AZ speelde 1-1 gelijk tegen Vitesse. Go Ahead Eagles won uit bij Fortuna Sittard met 0-2. PSV Sparta werd 0-0. FC Utrecht speelde ook gelijk met 1-1 tegen Feyenoord. Cambuur verloor met 0-3 van Volendam. NEC Ajax werd 1-1. En Excelsior FC Groningen werd 1-0. Dan is op dit moment dit de ranglijst. Feyenoord staat bovenaan met 34 punten. Dan komen Ajax en PSV met 31 punten. Twente en AZ hebben 30 punten. Sparta en FC Utrecht hebben 25 punten. Heerenveen staat achtste met 24 punten. Dan komen NEC en Go Ahead en RKC met 18 punten. Excelsior staat 12e met 16 punten. Dan komt Fortuna met 15 punten. Vitesse staat 14e met 14 punten. FC Groningen staat 15e met 12 punten. FC Emmen staat 16e met 11 punten. En dan heeft Volendam Cambuur ingehaald. Volendam staat 17e met 9 punten. En Cambuur staat laatste met 8 punten. Dan is op dit moment dit de voorspellers top 8. Ik zelf sta nog steeds bovenaan met 123 punten. Colino staat nu tweede. Die heeft heel veel punten gehaald afgelopen speelronde met 122 punten. Dan komen Sven en Joey met 121 punten. Jurgen staat vijfde met 120 punten. Dan komen Lars en Games for the Gamers met 119 punten. En Thomas staat achtste met 115 punten. De volledige stand is natuurlijk te vinden in de beschrijving. En zowel Colino, Piago en Martin hebben allemaal de meeste punten gehaald deze week. Dus ze zijn alle drie weekwinnaar. Dan gaan we de KNVB-beker voorspellen. Ik heb weer 9 wedstrijden uitgekozen en daar heb ik weer gekeken naar welke zijn eventueel interessant en bij welke zitten de meeste voorspellers er zeg maar in. Dus dit zijn de 9 wedstrijden die ik heb gekozen. FC Twente tegen Telstar, NAC Breda tegen FC Eindhoven, Sparta tegen PSV, Excelsior thuis tegen AZ, Heerenveen ontvangt FC Volendam, we voorspellen FC Den Bosch tegen Ajax, Heracles speelt thuis tegen Go Ahead Eagles, we voorspellen Blauw-Geel tegen FC Utrecht en Feyenoord moet tegen PEC Zwolle. En dan voor speelronde 16 van de Eredivisie voorspellen we Volendam tegen RKC, Heerenveen thuis tegen AZ, Ajax ontvangt FC Twente, Sparta moet thuis tegen Excelsior, Vitesse NEC, de kraker, is ook komende speelronde. Fortuna moet tegen PSV, Go Ahead Eagles ontvangt FC Utrecht, FC Emmen moet thuis tegen Cambuur en als laatste wedstrijd van de speelronde FC Groningen tegen Feyenoord. Ik wil je bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. Dan zie ik je graag bij de volgende aflevering van de Eredivisie voorspellen. Adios, amigos!